constructie, daar waren wij als projectpartners redelijk vlot uit. Maar ik denk dat tot op de dag van vandaag hier in de faculteit we nog niet begrijpen hoe wij dat in elkaar willen verzorgen. Het tweede was dat wij een kandidaat zochten. Binnen Nieuwland waren er nieuwe mensen. Jij was daar een van en jouw naam kwam al snel naar boven. Ik herinner mij dat jij een van de eerste vergaderingen aanschoof. Nog een beetje beduust volgens mij van de gedachte dat je ineens promotiekandidaat was. Je hebt vroeger ook van, ja, wat verwachten jullie eigenlijk van mij? Maar wij hadden vertrouwen in jou. Jij had, denk ik, vertrouwen in het idee, namelijk te promoveren. Je vond het project interessant en we zijn van start gegaan. Het was ook een ontmoeting van twee werelden, namelijk de wereld van Wageningen en van Eindhoven. Van Beuren Altera en de Technische Universiteit. Ik kan me herinneren dat voor mij compleet nieuwe begrippen over de tafel gingen als, ik moet het voorlezen, verbreed parklandschap, houtwallen, etc. Het ging voor mij een hele nieuwe wereld open. Ik neem aan dat het omgekeerde ook voor jou gold op het moment dat jij in Eindhoven kwam en dacht, dit is toch ook weer wat anders dan Wageningen. Ik bewonder jouw flexibiliteit, want je hebt het toch heel makkelijk aangepast in de TU Eindhoven, de cultuur die binnen onze groep heerste. Jij hebt je dingen moeten eigen maken die je vanuit Wageningen niet had meegekregen en dat heb je toch heel soepel en voortvarend gedaan. Even terugkomend op het RVI-project, we hadden ambitieus als wij waren al dit projectteam een enorm systeem bedacht en geworpen. Eigenlijk de digitale versie van de analoge Symantec-benadering. Nou, die komen natuurlijk nooit compleet implementeren, dus daar zijn twee krenten uit gepikt. Het ene is de schetstool. Die door Altera is geïmplementeerd en ook uitgetest en daar is inmiddels ook over gepubliceerd. En de andere was de Landscape Generator waar jij vandaag op promoveert. Bij de gelegenheden waar ik jouw werk presenteerde, de Landscape Generator, het is een woord wat meteen agressie oproept, tenminste bij ontwerpers, planners, van het idee. Dat je plannen kan genereren, dat voelt natuurlijk niet lekker aan bij deze mensen. En dat zal denk ik ook nog wel even zo blijven. Ik denk wel dat jij daar veel aandacht aan hebt geschonken. Door juist te zoeken naar wegen om aan te tonen dat het wel degelijk ook voor hen een nuttig tool kan zijn. En dat wij, zij, dat we een heel klein stapje in die richting hebben gemaakt, toch al in staat zijn om plannen te genereren die plausibel zijn, die plausibel zijn. Toch maar even dat naar het woord. Op een gegeven moment kwam het einde van het RVI-project in zicht, maar dat betekende dat jij op dat moment de toezicht niet had krijgen. Dus dat betekent dat weer de nodige creativiteit nodig was om dat voor elkaar te krijgen en ik moet zeggen, vooral jouw inzet. Want die heeft het toch vooral mogelijk gemaakt dat jij op dat moment bent gaan schrijven en dat je het volbracht hebt. Er waren een paar extra geluksfactoren, zoals als ik dat zo mag omschrijven. Namelijk de eerste is dat jouw vriendin Frederik ook promoveert. Dat gaf mij veel goede moed. Ik denk, het zal toch Timo niet gebeuren. Dus nou, dat heeft goed uitgepakt. En, maar er is nog iets, jouw vriendin legt de lat ook heel erg hoog. Met name met betrekking tot publicaties. Dus ook in dat opzicht ben ik heel optimistisch gestemd. Wij verwachten veel van jou. Of van je vriendin. Tenslotte,